Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben de oven aan het verwarmen, want ik ga lekker kipknoflook maken. Ik heb hier heel erg zin in. En ik ga rijst maken met vermicelli. Oh, de zak is kapot denk ik. Ik heb het heel erg gemist, normaal maak ik altijd rijst, maar nu doe ik dit even erbij zoals vroeger. In de verpakking zit er dus zo'n zakje met kruiden erin en dan doe je dus de kip erin. Kan je ook nog groente erbij als je dat wil, maar dat doe ik niet. Wordt meestal een beetje iets te zoutig. En dan doe je de kruiden erop. Dan ga je lekker schudden. Doe je het zakje dicht en dan doe je het in de oven. Oké, guys, ik heb mijn haren gewassen. En ik ben nu in de rijst aan het koken. En dan komt Leslie zo thuis. Gaan we samen eten. En dan gaan we er vandoor. Gaan we richting Eindhoven. We gaan vandaag of vannacht in Eindhoven. Want hij vertrekt morgen weer naar Praag. En dan dachten we, boeken we gewoon samen een hotel in Eindhoven. En dan kan hij in de ochtend gewoon vertrekken en dan kom ik weer terug. En dan rijd ik gewoon weer terug, want anders moest ik best wel lang heen en weer rijden. Dus. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Yummy, ik heb hier echt trek in. Met rijst. En ik heb net het vuurtje uitgezet van de rijst. En meestal laat ik het nog even 5 minuten zo. En dan wacht ik nog even tot Nessie thuis komt en dan gaan we samen eten. Guys, inmiddels zitten wij in de auto. Het is best wel donker hier, maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Anders hebben jullie dit. Is ook niet echt heel goed ofzo. We zijn bij de tankstation geweest. Ik heb een lekker cappuccino gehaald. En Nessie wou chocola. Dus hebben we voor vanavond dit gehaald. Bounty en M&M's. Wij zijn nu onderweg naar Eindhoven, waar we gaan overnachten. Hoe heet het ook weer? Tulip Inn. Tulip Inn, dat is volgens mij gewoon bij Eindhoven Airport. Gewoon ja. Die boven volgens mij, hè? Ja. En ze heeft dit open. Maar weer leuk, hè? Hij is kapot pissig op mij. Maar ik heb het toch niet gedaan? Ja, dat is jouw schuld. Jij hebt het gedaan. Je hebt die fles geschud. En hij durft nou niet meer zo het hotel in. Durf je dat dan nog in? Nee, plek. Nes, over een maand ga je terugdenken aan het moment en ga je gewoon lachen. Ja, denk je dat echt? Oké, okay, jongens, Eindhoven Airport. We zijn aangekomen bij het hotel. We hebben al ingecheckt. Hij moet weer in de derde verdieping. Yes. Oh shit, wacht. Wat? Guys, inmiddels ben ik weer alleen en ik ga me nu uitchecken. Het is ongeveer 11 uur. Ik heb me net uitgecheckt. Ik ga nu even lekker de ontbijt scoren. En Leslie is net al vertrokken. Vandaag was er veel te doen. Ik moet zo nog een campagne opnemen en alles. Dus mag wel opschieten. Oh, ik ben echt zo blij dat ik weer naar huis ga. Het was echt de slechtste beslissing ever. Het enige wat ik leuk vond was dat ik met Leslie was. Maar mijn... Ja, ik ben gewoon helemaal brak. Mijn dag begint ook gewoon super laat nu. Ik heb gisteren op mijn auto gereden, dus nu moet ik alles weer opnieuw instellen. En ik ben natuurlijk een stukje kleiner. Ik heb net een lekker ontbijt gehaald. Ik heb een droge tonijnsalade gehaald. Met een Red Bull. Ik wil lekker wakker blijven en ik ben echt zo moe. Ik moet nog 1,5 uur rijden, jongens. Dus ik ga snel starten. Ik ben net klaar met een campagne opnemen. Het is goed gegaan. Nu ga ik even het huis schoonmaken. Ik heb vanavond afgesproken met Honnie. Ik heb haar beloofd dat ik haar ga trakteren. Dus ik haal haar straks op van werk. En dan gaan we lekker samen eten. Waarschijnlijk weer bij Happy Italy. Ze werkt gewoon naast Happy Italy. Is makkelijk voor ons. Ik ga nu echt even het huis aanpakken. Kijk die vaat hierachter. Daar mag ik echt wel mee beginnen. Ik moet wasjes draaien. En ik ga de vloer even dweilen. Ik ben lekker stofgezogen en ik ben echt zo blij dat ik weer thuis ben, hè. Ik heb helemaal niks met hotels. Ik hou echt van mijn huis en ik wil het liefst gewoon thuis zijn. Even serieus, ik heb net deze schoenen voor de eerste keer gepast. En ze zitten echt zo slecht, jongens. Even serieus, ik zou dit echt nooit kunnen dragen. Ik ga het ook echt niet dragen. Weet je wat het is? Deze schoenen zien er gewoon mooi uit. Ze zijn trouwens van Simmy Shoes. Maar ze zitten voor geen meter. Dus hebben jullie van mij tips waar ik schoenen met hoge hakken kan halen die ook nog fijn zitten. Dus niet troep hakken als deze alsjeblieft. Laat me alsjeblieft weten in de comments. Want ik heb ze echt nodig.
Ik heb even onderweg een koffie gehaald, want ik ben echt veel te vroeg. En het is echt om mijn honger te stillen. Deze koffie is echt zo lekker van de Mac. Ik ben momenteel aangekomen bij Honey's werk en ik ben even aan het wachten. Ze is pas over een kwartiertje vrij. Ik weet echt niet wat het voor vlek is. Volgens mij heb ik weer eczeem of zo. Ik heb hier echt lelijk. Maar goed, ik doe wel even zo. Afpoederen. Deze poeder is echt nu mijn favoriet. Even bellen hoor. Kijken of ze nu wel opneemt. Hey. Hi. Wat doe jij? Ik ben nog bezig, nog een kwartiertje met het taak. Met wie ben je daar? Met Annelieke, Sonja, Suwak, Claudia en Nilsa. Gezellig hoor. Ik sta al voor de deur. Oh, kom dan naar boven. Oké, okay, kom eraan. Eerste verdieping is het, is toch? Goed. Ja. Oké, okay, doei. De deur open. Lekker. En een pizza tonijn. Lekker man. Dus dit is echt mijn lievelings toetje. Tiramisu van Happy Italy. Oh my god, ik heb hier zo erg zin in. Ik wil dat je hem nu proeft. Nu? Ja, proef hem. En zeg wat je reactie is. Ja. Ik hoop wel dat hij lekker is, anders sta ik weer verpaal. En? Lekker hè? Echt lekker hè? Geen woord gelogen, Mick. Oké, guys, we vonden de pizza eigenlijk toch niet zo heel lekker. Eerst had je een andere tonijnenpizza, die was wel lekker. Maar ik kreeg hier geen kaas bij. Maar goed, ik vond die niet zo lekker. Wij gaan nu lekker richting huis. Oké, guys, ik ben nu lekker aan het chillen bij Honey. Ik heb lekker een theetje gekregen, die inmiddels koud is. Dat is eigenlijk een hint. Bitch, besef dat Honey op Facebook gewoon meer dan 1000 vrienden heeft. Oh kijk, ze gaat nu een foto van zichzelf laten zien. Kijk, ik had erbij staat. 46 jaar is jong. Bitch. Besef die foto die is op de fiets zien. Je gaat ons niet vertellen waar die foto is genomen. Ja, eerlijk. En je ziet dat toch wel. Laat die andere foto's zien. Hier, hier. Kijk, zie je het. Eén keer. Ze heeft deze foto gewoon op de wc genomen. Ik bedoel, wij zien dat toch wel, maar haar volgens niet. Maar kijk, één keer hier. Ik ga niks zeggen, maar ze zit gewoon echt letterlijk op de wc. Dat kan niet, man. Dat kan toch ik niet? Ik vertel jou alles en jij verraadt mij gewoon niet, verraden. Kan toch niet? Nou ja. Ja, ik ga hier nog even zitten. Oh. Ik ga hier nog even zitten bij Hon. Even lekker lachen. Want dat kun je met Honnie wel goed. En dan rijd ik lekker rustig naar huis. Ik ben nu even mijn mobiel aan het opladen. En als die is opgeladen, rijd ik naar huis. Dat is het eigenlijk een beetje. Ik ben ook echt vet moe. En Honnie moet morgen gewoon weer werken. Helaas. Ja. Oké, okay, guys. I'm going overboard and making it lipstick. But I am gonna start. It's so creamy. And you could just add product on top of it. Okay, sorry, I had to go tweet. The dark kit sold out. Nee, kijk, dat was gewoon wit. Can you believe it? Het was bruin. 15 minutes. Meer, er gaat een nieuwe wereld voor me open. Just to find it. Guys, ik ben net thuis. Pyjama aan en dan ga ik slapen. Goedemorgen, ik ben vandaag weer bij Dermakliniek en ik krijg vandaag een vitamine C behandeling. Ik ben vandaag weer met salsa, jongens. Die heb je al eerder gezien. Ja. Wanneer je haar niet in een netje past. Curly struggles. Kan je een beetje aan mijn volgers uitleggen wat deze behandeling gaat doen? Nou, de vitamine C peeling is eigenlijk een peeling dat zeer enzymatisch is. Dus het draagt bij aan een huidverbetering, een huid wat last heeft van roodheid, een onrustige huid. En er zit ook een klein beetje glycolzuur in die ervoor zorgt dat jouw celvernieuwing en celverdeling sneller en vlekkeloos verloopt. Dus eigenlijk in zijn algeheel een boost voor je huid.
Er zit ook een klein beetje een peptiet in. Peptiet is eigenlijk, kun je vergelijken met botox eigenlijk. En dat zorgt eigenlijk voor een hele mooie en natuurlijke lift van je gezicht. Dus je krijgt een glow. Je huid is eigenlijk wel wat fitter door al de vitamines die erin zitten. Dus eigenlijk in het algemeen alleen maar top voor je huid. Er is gewoon lekker een glow van. Super. Precies, absoluut. Oké, let's start. Dit is dus de peeling. En de peeling bestaat eigenlijk uit 4 lagen. Dus eerst de vitamine C peeling. En dan doen we daar een masker overheen met retinol erin. Zodat de peeling nog iets dieper in de huid kan intrekken. Het kan wel een klein beetje prikken, een beetje branden. Maar in principe, de vorige keer kon je het goed hebben, toch? Ja, dat was fijn vorige keer. Ik kreeg ook meteen zo'n glow. Ja. Dat is wel fijn aan deze peeling. Dat je huid er daarna ook gewoon lekker gezond en fris uitziet. Eigenlijk de eerste laag is eigenlijk als het ware in jouw huid gescrubt. Dus dan breng je nog een laag vitamine C en dan weer een laag scrub. En dan is eigenlijk een beetje de finishing touch om alles heel goed in te wrijven. En in te masseren. En dan krijg je natuurlijk echt die healthy glow juist. De jongens hebben nu gewoon die holiday kits van Image. Echt cute. Ik ben er echt goed uit zo. Ik ben er echt blij mee. Ik heb nu echt weer een beetje een glow. En dan... De behandeling kwam er echt goed uit. Want ik heb nog niet verteld, maar ik ben morgen dus jarig jongens. Dus het kwam er echt goed uit. Mijn make-up gaat morgen fleeky zijn gewoon. Oké guys, het is inmiddels 7:45 en ik heb met Esmee afgesproken. We gaan even een gebakje eten voor mijn verjaardag. Dinner. Yes. Lekker, dankjewel. We hebben besteld een crème brûlée. Oh mijn god, kijk deze nagel eens mee. Kijk deze nagel dan. Heb jij dat ook hoort al? Zo. Kijk dit. Oh, wij moeten echt weer nodig onze nagels doen. En we hebben een chocolade soufflé. Yummy. Hi jongens, het ziet misschien heel raar uit, maar ik ben vergeten de vlog gisteren voor jullie af te sluiten. Dus ik sluit het hierbij af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie dan de volgende keer weer. Doei.